Het vuurfestival in Meadow bestaat 10 jaar. In de eerste aflevering kijken we naar de beginjaren van het paasvuur. Dat uit is gegroeid tot het vuurfestival. En wat er allemaal nodig is om de enorme houtstapel te verzamelen. Het eerste jaar was eigenlijk alleen een paasvuur. En toen langzaamaan een feest erbij. En ja, meerdere podia. En zo zijn we gegroeid tot wat het nu is. Met heel veel momenten waarvan je het niet meer herinnert. Dus met heel veel bier. En vooral, eigenlijk de boventoon is heel veel gezelligheid. Vooral. Het is saamhorigheid, het is, je komt met elkaar samen, je leeft er naartoe. En het is ook vooral wel echt hard werken. Het vuurfestival wordt gedragen door vrijwilligers, sponsoren en de grote groep mensen die hout komen brengen. Ik denk zelf dat het vuurfestival wel echt leeft in de omgeving. Er wordt veel hout gebracht, ook gehaald. Je merkt in de loop der jaren wel echt dat veel mensen rekening houden met Pasen. Dat er voor Pasen gesnoeid wordt, zodat alles mooi naar ons paasvuur kan. Zodat wij een mooie grote hoge bult kunnen maken. Zeker de eerste jaren hadden we natuurlijk een hele grote club met jongens met hout halen. En dat was echt gewoon bijzonder eigenlijk wel. Dat het gewoon in één keer van het niets ontstaat. En dat je toch dan met 40 man op de piek zeg maar, gaat rond en dan s'avonds bij de keet gaat zitten. Toen nog een zeecontainer die lek was, dus het regende gewoon naar binnen. En dan gingen we maar s'avonds aan de sloot zitten zeg maar, met een krat bier in het water. En dat was legendarisch eigenlijk. Dus daar kijk ik wel met heel veel plezier op terug. Vanuit de wijde omgeving brengen mensen hout naar het festivalterrein. Ik kom uit Groenlo. Ja, een beetje aan deze kant van Groenlo. Dus dit is het eerste paasvuur waar ik aan dacht om me naartoe te brengen. En er zijn er steeds minder in de regio. En natuurlijk met allerlei wetgeving en met veiligheid. Maar goed, deze is gelukkig nog. Deze traditie wordt nog voortgezet. De houtsleppers halen gestructureerd met trekkers en auto's hout op bij de mensen thuis. In de aanloop naar Pasen wordt er zo'n 2500 kuub aan hout verzameld. Dit eindigt op een grote hoop en wordt op eerste paasdag aangestoken. We gaan nu naar een adres heen en daar ligt als het goed is wat snoeihout. En dat gaan we opladen. Wat zijn de reacties van de mensen waar je je hout op haalt? Meestal zijn ze wel blij dat ze er vanaf zijn, zeg maar. Ik vind het allemaal leuk dat we dat allemaal vrijwillig doen. En wat ongeveer. Ik heb gezien dat het ieder jaar groter wordt. Dus daarom breng ik ook takken. Verzorg ik voor takken, zeg maar. Wat levert jullie dit op? Wat levert het op? Ik ben van de takken af. Ik kan het ook in het bos pakken, maar zo is het mooi opgeruimd. Ja, en voor een vrijwillige bijdrage doe ik dat graag. De groep houtsleppers halen in 6 zaterdagen voorafgaand aan het festijn al een groot gedeelte van het hout op bij de mensen thuis. Dat is voor hen een jaarlijks moment om naar uit te kijken. Elke keer dan ben je blij als het begint, zeg maar. Dat is toch altijd wel leuk? Ja, ik vind het leuk dat zeg maar, je werkt samen met één grote groep. En je komt overal en nergens. Dat vind ik op zich ook wel mooi. En ja, het vetste is natuurlijk dat je bij het paasvuur staat en alles is klaar. Je kijkt er een hele hoop bult hout aan. En dat je hem dan mag aansteken, dat is natuurlijk het mooiste. Voor de jongens het allerbelangrijkste dat ze dat vuur mogen aansteken. Dat is natuurlijk, daarom helpen ze ook. Voor mijzelf is het, of ik denk dat ik wel namens de rest van de organisatie spreek, als dat vuur aangaat. En het is dan gewend natuurlijk de openingsshow en alles erbij. En dat is gelukt, zeg maar. En dat hij dan aan is en het gaat ook allemaal goed. En wij krijgen dan geen kippenvel meer, zeg maar. Dan hebben we gezegd, dan stoppen we ermee. Dus dat is ideaal geweest en dat is dan ook wel meteen het moment van de avond, ja.